Goedenavond iedereen. Uh, welkom op de infosessie Initiator uh, Sneeuwschoolwandelen. Uh, dat is eigenlijk ja, een opleiding die we nu samen met de Vlaamse Trainerschool organiseren. Voorheen uh, werd dat georganiseerd door de Bergsportschool, een VZW die gelinkt was aan de Klim- en Bergsportfederatie. Nu gaan we terug over naar, de, naar VTS samen met de andere opleidingen Bergwandelen en uh, Bergbeklimmen. Uh, nu belangrijk is natuurlijk dat op zich dat er Algemeen gezien weinig veranderd aan de opleiding zelf. Dus inhoudelijk is eigenlijk bij quasi alles hetzelfde gebleven. Ook dezelfde docenten blijven um, engageerd. En diploma hey, had eigenlijk uh, ja, een beetje twee leuken bevatten. Eén is een diploma uitgereikt uiteraard door de Vlaamse Trainerschool en erkend door Sport Vlaanderen. Maar anderzijds uh, hebben we altijd die erkenning uh, door UAA, waardoor je eigenlijk een internationaal erkend diploma hebt... Om om eigenlijk bij bergsportfederaties actief te zijn. Dus dat is eigenlijk een beetje het, de algemene inleiding. Het idee van vandaag is ja, uit te schetsen wat toe is van de opleiding, een beetje inzicht geven van hoe gaat het er in de praktijk aan toe om stagieleider te zijn in de winter? Wat zijn de bevoegdheden die aan het diploma verbonden zijn? Wat zijn de toegangsvoorwaarden om te mogen starten? Hoe zie je het traject uh, eruit qua vakken, maar ook uh, concreet al qua, qua planning? Hè? Dus de data liggen al vast. Hè? Zo kun je ook al zien uh, wat er mogelijk is in je agenda. En wat is de deelnameprijs om, uh, om deel te nemen? Het van de opleiding, zoals ik al zei, is eigenlijk om als vrijwilliger actief te zijn. Hè? Voor uh, dagtochten of meer uh, trekkingen met sneeuwschoenen. Hè? Dat kan uh, overnacht in hutten zijn, dat kan uh, overnacht in hotels zijn. Of zelfs met de tent, dus dat zit ook in de opleiding, op de stage. Het is echt een vrijwilligersdiploma, dus het is geen professioneel diploma. Als je, als je dat wel doet, als je echt professioneel actief wil zijn, raden we wel aan om richting bijvoorbeeld international mountain leader opleiding te gaan. Het is belangrijk als je als professional actief bent, om gewoon een regel te zijn, ook met de regelgeving van het land. Sommige landen zijn heel strikt daarin. Het is dus echt niet de bedoeling als vrijwilliger Betaald wordt eigenlijk om met klanten op weg te gaan. Dus binnen een persportfederatie kan alles, maar daarbuiten moet je heel hard opletten met de regelgeving. En het is beter om dan voor meteen voor een professioneel diploma te gaan. Nu krijg je krijgt alle basis, uiteraard. Dus op zich, inhoudelijk verschilt het niet zoveel met onze opleiding, maar de finaliteit is toch iets anders. Ja, een belangrijk punt is uiteraard dat je verantwoordelijkheid draagt over een groep in lawine gevaarlijk eh, en niet veel hetgerterrein. Eh, dus wat, het is de bedoeling dat je in de bergen op stap kunt gaan, um, maar, dat je, maar dat je geen veel hetgerterrein opzoekt, eh, dat je buiten de gletsjers uh, gaat. En het derde is uiteraard dat je ook ja, in staat bent om deelnemers kennis en vaardigheden bij te brengen. Uh, dat is eigenlijk een beetje het doel ook van een bergsportfederatie. Eh, dat is niet de bedoeling om gewoon... Echt puur begeleide tocht te doen, uh, mensen eigenlijk niets bij te brengen, niet te sensibiliseren. De ik bedoeling ik is echt dat mensen een idee krijgen van, oké, okay, wat er komt erbij kijken om in de winter op stap te gaan? Hey, wat is lawinegevaar? Hoe moet ik uit omgaan met lawine-uitrusting? Hey, hoe doe ik mijn tochtplanning? Um, zelfs als dat geen pure opleidingsstage is en, en, en eerder toch een begeleide tocht, zijn er wel echt wel die leermomenten in. En dat is echt wel nog altijd een, een belangrijk punt. Uh, en dat je dan ook in staat bent om, eigenlijk om de, die kennis over te dragen aan de mensen zelf, uiteraard. Nu een paar, uh, ja, een paar beelden, een paar uh, impressies van de, van de praktijk. Hey, als je met een groep of stap gaat, hey, wat houdt dat dan in? Uh, ja, je neemt ze uiteraard mee in, een, ja, in de bergen, uh, zoals je ook in de zomer doet. Uh, ik heb zelf gemerkt uit mijn ervaring is dat de winter hey, met de gevaren en de risico's die erbij komen kijken, dat dat echt wel. Uh, ja een minder toegankelijke wereld is. Zelfs voor ervaren bergwandelaars in de zomer. En dat je echt, uh, ja, vind ik, nog meer een toegevoegde waarde hebt als bergwandelbegeleider en stageleider uh, dan in de zomer. Uh, om mensen eigenlijk op een veilige manier uh, ja, door die bergen te loodsen. Om de juiste beslissing te nemen en om ze waar inzichten in te geven. Dus dat is echt uh, ja, uh, fantastisch, uh, ja, fantastisch om te doen. Uh, en je ja, gaat merken dat, dat mensen daar ook heel... Uh, ja, Heel bewonderend uh, voor zijn en dat ook uh, achter als uh, ja, een beetje wereld die open gaat uh, gaan aanzien. Uiteraard, ja, de winter is uh, geen evident seizoen om mensen mee op sleeptouw te nemen. Uh, de risico's zijn er zeker groter en ja, uiteraard, dat is voor elke stageleider zo, maar zeker in de, ook in de winter uh, heb je toch. Uh, ja, de veiligheid die je moet bieden, uh, mensen uh, terug veilig aan de, berghut, uh, aan de volgende berghut gaan. Ook als het bijna whiteout out is, uh, slecht weer, uh, ja, dan uh, voel je toch wel op dat moment dat er toch een serieuze verantwoordelijkheid bij komt kijken uh, ja, om dat goed te doen. Want de paadjes zijn er niet, hè. dus je eigen weg zoeken door het winterse besnieuwde landschap uh, op weg naar de volgende bestemming. Dus uh, ja. Ja, daar komt best wel wat bij kijken. Uh, ja, soms moet je ook heel flexibel zijn in de winter, nog meer dan in de zomer vind ik, uh, omdat de condities uh, ja, toch nog huurder zijn, nog moeilijker. Um, ja, je moet gewoon veel minder ambitieus zijn dan in de zomer. Uh, ook al een heel flexibel plan hebben, dat je eigenlijk echt alle richting kunt uitgaan afhankelijk van het lawinegevaar en van de condities. Uh, en ook heel, dus echt ook heel flexibel ingesteld zijn als, uh, als stageleider. Ja, zoals ik zei, kennis en vaardigheden bijbrengen aan die deelnemers uh, is echt het Dus betrek ze ook in uh, dat proces. Zelfs als ja, beslissing nemen in de winter over routes enzovoort, he. dat is geen evidentie. Ook niet voor de stagieleider. Die moet ook soms de afweging maken. Um, maar het is wel, soms, uh, het is wel goed om, om ook de mensen daar zelf bij te betrekken. Om wat inzicht te geven in uw besluitvormingsproces. Um, aan te geven wat dat. Ja, hoe dat zij daarnaar kunnen kijken. Want uiteraard ga je stageleider hé, met je, je uitgebreidere kennis en ervaring soms nog eh, iets andere keuzes maken dan dat je zo aanraden aan de mensen als ze zelfstandig op stap zijn. Um, maar zeker, ja, ja, zeker dat ze dat inzicht bieden. Hé, dat ze als ze later datzelfde aan doen, dat ze niet totaal. Allee, dat is niet denken, maar, oh, ik heb dat gedaan. Dat gaat wel lukken, maar dat ze wel weten wat ze moeten doen of wat ze moeten opletten En eh, dat ze dat ook op een veilige manier kunnen, kunnen doen. Uh, ja, laat ervaren. Je dus, uh, kunt heel slecht weer hebben, maar je kunt ook mooi weer hebben. Uh, prachtig weer in, in de winter. Ja, ik begeleid bijvoorbeeld heel graag bivaktochten, ook in, uh, in wintersomstandigheden. Het is dus, uh, ja, altijd een beetje een drempel hè, waar de deelnemers over moeten of zo aan een uitdaging. Uh, maar ze merken ook met het juiste materiaal, als je dat goed aanpakt, dat dat eigenlijk uh, ja, ook comfortabel kan zijn. Hè. Uh, dus uh, ja. dus laat je laat ze dat gewoon ervaren, ondervinden hoe dat is. Um, en dan ja, kunnen ze zelf later zien of dat er echt iets voor hen is en waar ze ook eh, weg mee willen. Of eh, dat ze ook nog bivaktochten willen doen in de winter, of niet. Eh, maar dat is, uh, ja, is een beetje een ervaring dat je meegeeft en dat je dan zelf eigenlijk kunt uh, ja, je eigenheid inleggen. Ja, techniek naleren. Eh, dus in uh, slecht weer, dat is zo typisch iets dat ik dan doe uh, als slecht weer is. Uh, dan is het moment van ik hier uh, op een bivaktocht uit te weten naar een hut die ik tegenkom onderweg. En binnen, tijdens de lunchpoes bijvoorbeeld nog zaken aan te leren. Um, en, en met GPS onder overweg gaan, e-oriëntatie. Dus dat is één ding, maar kunnen ook andere zaken uitleggen. Ja, het is een beetje uw momenten kiezen om uh, de technieken aan te leren. En uh, dat mensen dus uiteraard een stuk zelfstandiger worden in wat dat ze doen. Um, ja, en lawine. Uitrusting gebruiken uh, is daar ook zeker één van. Hè? Dat is één van de ja, belangrijkste zaken. Dat is in de eerste dag bijvoorbeeld uh, dat je dan echt nog een keer oefent uh, met het zoeken met lawineuitrusting uitrusting in groep. Uh, dat ze ook op elkaar ingesteld zijn. Hè? Want het kan goed zijn dat als stageleider uh, in lawine terechtkomt. Hè? Um, en dan moet je ook vertrouwen dat je groep het zonder u redt. Um, en, en het ook georganiseerd krijgt eh. dus, dus vandaar was het wel belangrijk dat ze, dat ze leren samenwerken um, om eventueel ja, in het slechtste geval uh, zo'n situatie de baas te kunnen dus dat is een beetje een idee van uh, ja, wat er allemaal bij komt kijken um, nu de bedoeling is dus van, qua bevoegdheden is dat je dus in staat bent hey, om dat te organiseren, te begeleiden te initiëren uh, op club- en federatieniveau dus als vrijwilliger Um, en je kan dat doen in ja, omstandigheden uiteraard in Alwien, gevaarlijk terrein, maar waar je geen technieken van alpinisme nodig hebt. He, dat is onder andere de verletje terrein, maar dat kan ook ja, andere routes zijn. Uh, ja, ook via Frata in de winter ga je niet doen, uiteraard. Um, maar alles ja, waar je echt toog, tooggebruik voor nodig hebt, um, ja, dat is niet uw bevoegdheid. Uh, ja, daar begint het terrein terug van, eigenlijk van een berget in de winter. Uh, want ook een, een instructor Alpine Climbing is in theorie, in uh, initiator bergenklim, is eigenlijk vooral voor de zomer uh, bevoegd uh, en niet zozeer voor, uh, voor het winterse hoge berten. Dus dat is echt wel een belangrijke uh, ja, afbakening. Eh? Dus waar je sneeuwschoen nodig hebt, uh, maar niet waar je stijgers nodig hebt, niet waar je touw nodig hebt uh, en dat soort, uh, dat soort materiaal. Nu Wat zijn de toegangsvoorwaarden voor de opleiding? Uh, je bent met 21 jaar. Um, daarnaast heb je een diploma van helper of gelijkwaardig. Dat is eigenlijk dezelfde voorwaarden als we stellen bij Initiator bergwandelen en bergen hey, Dus De bedoeling is dat dat diploma van helper, als je dat al gevolgd hebt, dat dat nog geldig is. Hey, dus het kan zijn dat je een, een opfrissing gaat moeten doen. Normaal gezien blijft dat vijf jaar geldig. Uh, je kan uiteraard iets doen die verlegbaar is, bijvoorbeeld een of de Wilderness First Aids of Advanced First Aid, dus verschillende cursussen. Er is ook Wilderness First Aid die, die KBF zelf organiseert, maar je kan bijvoorbeeld ook richting outdoor Bound, als je echt wilt uh, ja, meer diepgaand uh, EHBO in de wilderniscontext um, aanleren. Uh, is dat echt wel een goede cursus? De bedoeling is dat je dat diploma hebt voor aanvang van module 3. Eh, dus je kunt het nog uh, behalen, bijvoorbeeld in het najaar, of opfrissen of, of uh, uh, ja, herdoen in het najaar. Maar eh, voordat je op stage gaat, in module 3, eigenlijk je evaluatiestage, uh, in februari, moet je dat diploma hebben. Anders kunnen je die module 3 uh, niet starten. De bedoeling is dat je eigenlijk ook al gediplomeerd bent, initiator berg of bergklimmen, of daarmee geassimileerd. Ik ga daar straks nog iets over zeggen, want uiteraard de laatste jaren zijn er diplomas uitgereikt door de bergsportschool. We zijn pas nu terug overgegaan naar de Vlaamse trainerschool. En die diplomas moeten geassimileerd worden met die diplomas van de diploma's van VTS. En daar is een traject voor opgestart. Dus je krijgt niet zomaar dat diploma, je moet nog wat extra uren volgen voordat je dat eigenlijk kunt, kunt instromen. Um, dus daar ga ik straks nog iets, iets meer uh, over uh, zeggen. Dan is de bedoeling dat je een palmarès indient. Er he, waar het er eigenlijk drie zaken je worden bevraagd. Eén, je ervaring als, als gediplomeerd stageleider, dus al je ervaring als, als uh, uh, IMT of uh, instructor Alpijn Climbing. of als je nog uh, uit de vroegere richting komt van Initiator Bern of Berbeklim. Ja, de bedoeling is dat je uiteraard al ervaring hebt ook met begeleiden van groepen, niet dat je niet gewoon je diploma hebt gehaald, maar dat je echt. Uh, al groep met begeleid dat je weet wat het is om, uh, om een groep op stap te gaan, omdat uiteraard, zoals ik zei, die winterse context dat is nog een stuk uitdagender. Um, ja. En dan is het echt wel belangrijk dat je stevig in je schoen staat, uh, om een groep op sleep te nemen. Tweede is dat je ook uh, ja, kennis hebt van sneeuw-lawinekunde. Dus je hebt de KBF-workshop KBF gevolgd of verschillende al. Het is altijd goed om zo'n aan op te frissen als dat heel lang geleden is. Um, zaken worden anders. Soms is het goed om zaken terug een keer wat frisser in het hoofd te krijgen. Dus uh, daar raad ik zeker aan. Of iets gelijkaardigs Dat kan zijn dat je op een stage uh, die kennis hebt aangeleerd te krijgen. Dus dat kan ook uiteraard. En het derde is uiteraard ook dat je ervaring hebt met sneeuwschoentochten en lawinevaarlijk terrein. Ik weet dat er ook mensen zijn die soms toerkie ervaring hebben, hè, dus kunnen voor uh, de helft ingeven in het palmarès. Um, omdat het uiteraard ook in hetzelfde soort terrein is. Maar het is ook belangrijk dat je zeker ook met sneeuwschoenen al gestapt hebt, zodat je ook de eenheid wat kent van, uh, van de activiteit, uh, die toch soms wat anders is dan met toerkies. Met dus uh, dat is belangrijk. En dat die ervaring zelfstandig is gebeurd. Hè, dus niet onder begeleiding, hè, niet iemand anders, uh, of een gids, of iemand anders die eigenlijk de, de beslissing moest nemen, maar jijzelf uh, die beslissing moest nemen over de route, over uh, ja, wat het haalbaar was, was of niet, in uh, functie van het lawinengevaar en de condities. Dus er zijn die drie zaken die eigenlijk worden uh, gevraagd. En die ook eigenlijk tijdens een uh, gesprek met uh, een van onze docenten en uh, stageleiders ja, gaat ook aan bod komen. Hè. We gaan er even kort overlopen om te zien van oké, okay, uh, hoe was dat nu eigenlijk? Hey, we gaan bijvoorbeeld ook vragen naar. Die toch naar jezelf hebt gedaan van oké, okay, wel, welke situatie was dat. Hé? Heb je be be dat bepaalde beslissingen moet nemen. Dus uh, dat is wel uh, interessant om te horen hoe dat je daar een beetje mee omgegaan bent. Uh, en dat die, ja, die kennis er is. Uiteraard dat is bij iedereen zo. Zelf ook als ik de opleiding heb gestart, ik al, uh, ik al wel wat tochten gedaan. Maar ik heb uiteraard die ervaring nog verder uitgebreid, dat is bij alle stageleiders zo. Het is niet dat je de alles weten zit als je hier start, maar het is belangrijk dat je wel al weet wat het is om, uh, om situaties te beoordelen, om een bericht te lezen, en dat dat hier niet de eerste keer is. Hè. Dus uh, die achtergrond moet er wel wat in zitten. En iets dat niet op voorhand wordt getest. Hè, dus we doen geen ingangsproeven meer, zoals bij initiator uh, bergwandelen of Berbeklimmen. Uh, maar we veronderstellen wel dat je een goede conditie hebt. Hè, want uh, met sneeuwschoenen stappen in de winter, en zeker in, als er heel veel verse sneeuw is gevallen, Um, ja, of, of heel, op, heel opgewaaide nieuw is uh, ja, dan moet je echt wel uh, vrij sterk zijn eh, om bijvoorbeeld een spoor te kunnen trekken voor de groep um, ja, om eigenlijk ja, een iets zwaardere rust te dragen als je bivaktochten doet dus dat is wel belangrijk en dat je kan hier in de winterslandschap eh, dat je kaart, kompas kent eh, in principe ken je dat van je vorige opleiding ook en dat je smartphone en of GPS kunt gebruiken. We gaan sowieso de twee digitale manieren ook uh, nog een keer opfrissen. En, uh, en uh, ja, stukjes kanalen als bijvoorbeeld iets minder uh, ja, aanwezig is, bijvoorbeeld GPS, omdat dat wat minder gebruikt wordt. Maar het is wel belangrijk dat je toch een van die twee digitale hulpmiddelen ook al heel vlot kent. Uh, dat je ook uh, daar goed mee kan werken. Ja, Zo ziet het palmaris een beetje uit. Uh, Allee, het is een document eh, dat ik jullie ook nog ga doorsturen, zodat je het ook kunt, uh, kunt invullen, uiteraard. Um, we gaan het even overlopen. Eh. Dus het eerste stuk gaat over die zelfstandige tochten. Eh, wat wordt er nu precies gevraagd? Um, ja, je moet altijd volledig zijn, uiteraard, en wat gaat doet. Eh, je moet niet twintig jaar teruggaan, eh, maar neem zeker de laatste vijf jaar mee in je uh, palmarès. Zelfs dus als het... Het aantal hierover hier Het is altijd handig voor ons om een beetje een idee te hebben van welke ervaring je allemaal hebt. Zeker de, de relevante tochten en interessante tochten eh, mag je er zeker op plaatsen. Dus de bedoeling is dat je minstens tien eh, zelfstandige stapdagen hebt gehad boven de bomen en in een lamineervarig terrein. Eh, dus eh, niet zozeer eh, de Vohesen. Je mocht dat vermelden, maar dat is niet voor ons minder interessant. Eh, omdat je daar echt wel het lawinegevaar kunt vermijden. Het gaat echt over ja. De Alpen, de Pyreneeën, uh, Schotland. Uh, er zijn ook lawinegevaarlijke terreinen in Schotland. Uh, Scandinavië. Uh, of verder. Het um, is ook wel handig dat ik iets van lawineberichtgeving heb gehad in een van die tochten. Want anders, um, ja. Ja, anders kun je ook niet veel ermee gedaan hebben. Ik ben bijvoorbeeld zaterdag al in Bosnië-Herzegovina op stap geweest. en Qua lawinebericht was er niets. Dat was een schone tocht, maar dat was echt wel... Uh, ja, als je enkel maar dat, dat hebt gedaan en eigenlijk geen lawinebericht hebt gelezen, dan is dat uiteraard ook niet voldoende. Eh, de bedoeling is dat er minstens op twee dagen ook een hoogteverschil van 1000 meter was. Eh, er moet minstens één meerdaagse bij zijn van minimum drie dagen. Eh, ja, de tochten verlopen niet over gemarkeerde paden. Nu, er zijn er niet veel eh, gemarkeerde paden, eh, behalve in Noorwegen en zo. Eh, maar in de Alpenlanden is dat ja, is het sowieso je eigen navigatie. Uh, en in minstens drie gebieden ook. Dat je dus, uh, uh, ervaring wat gevarieerd is en dat niet altijd in hetzelfde gebied is. En de tocht moet recent uitgevoerd zijn de laatste vijf jaar. Ja, als dat zes jaar, dat kan ook. Eh. Met corona is er ook al een jaar geweest dat we zelfs niet konden reizen. Eh. Dus we houden daar wel rekening mee. Het is wel belangrijk dat die recente ervaring er wel is. Eh. Dat niet echt al van, van nog vroeger geleden is, eh, dat je niks meer recent hebt gedaan. Um, want ja, dan moet het ook een beetje. Uh, een levende ervaring zijn uh, die je hebt. Andere ervaringen die relevant is, uh, volgens, uh, volgens u, kunnen altijd vermelden. Hè? Dus je moet altijd ook vollediger zijn in uw palmarès. Dat is geen enkel probleem. Zo krijgen we een volledig beeld ook van wat je doet. Ook tochten kunnen dus geen worden, maar uh, de helft van het palmarès. Dus die vijf, vijf stapdalen op toeskis uh, mogen eventueel ook... Um, voilà. en er zijn eigenlijk twee tabellen die daarbij gevraagd worden. Eén, gewoon hey, per stapdag, hey, de gegevens hey, van, uh, van, waar, van, van waar tot waar waar je gestapt, hoe hey, hoogte meters en afstand enzovoort. Uh, maar dan is het bedoeling dat je ook de lawinesituatie eigenlijk, uh, bespreekt in tabel 2 uh, en de aanpak daarvan. Hey, zelf, het is geëvolueerd van 2 uh, van tot 3. Ik denk dat ik hier uh, uh, een voorbeeldje heb. Dus dat als je hier de gewone gegevens eigenlijk, eh, van, uh, van wat hij gedaan heeft. En hier is echt van: kijk, ja dat is een En ik heb mijn planning moeten wijzigen uh, op basis van en ik heb iets anders gedaan. Dus ja, je mocht dat beschrijven zoals dat je wilt, zolang dat het maar duidelijk is voor ons van uh, dat duidelijk is dat je weet welke Lamine situatie dat, dat was, eigenlijk, en, en ja, al een beetje inzicht heeft hoe, uh, hoe dat je ermee omgaan En dat kan zijn dat we tijdens in het gesprek uh, daar misschien één uh, tocht uithalen. Hey. Dus we gaan dat niet allemaal in detail gaan overlopen, maar we gaan er bepaalde vragen over stellen. Dan het tweede stukje zijn de ja, ervaring die je zelf al hebt eh, als stageleider. Eh, um, of dat er eventueel een medebegeleider was, of dat je alleen was. En dan het derde gaat over die de scholing. Eh, dus wat heb je gevolgd uh, de voorbije jaren? Uh, wat precies? Uh, dus een beetje een inzicht geven en in wat dat je daarover uh, gehad hebt qua uh, scholing. En zoals ik zei, eigenlijk de bedoeling is dat je palmeres dus indient. Eh, dat je... De, Daarna gaat er een online intakegesprek met één of twee uh, stageleiders volgen um, En Waar we eigenlijk bij gewoon naar, ja, waarom uh, de opleiding volgen zijn, in verwachtingen eventueel ook. Uh, dat is voor ons interessant om te weten. Je uh, uh, we gaan een paar zaken eruit nemen. Uh, en dan eigenlijk inderdaad die kennis en vaardigheden een beetje testen. He, van, uh, ja, wat is die kennis van, uh, van, uh, van Stop or Go onder andere? He. Dat is een beetje de tool dat wij gebruiken, de beslissingstoel. Um, ja. Dat we eigenlijk bij de Klim- en bergsportfederatie uh, gebruiken. Ook om aan te leren aan de deelnemers. Het is wel handig dat je die kent. Het kan zijn dat je nog een andere tool gebruikt om je eigen uh, beslissing te nemen. Dat kan perfect zijn. Dat mag je er zeker ook vermelden. Uh, het is niet dat je die tool moet gebruiken. Het is wel belangrijk dat je die kent, zodat je die ook aanleren aan de, aan de, aan de deelnemers. Uh, ja. En de rest is uiteraard uh, logisch, denk ik. Uh, dus dat je weet over wat dat we uh, bezig zijn. Nu, we merken ook uiteraard uh, dat niet iedereen uh, al meteen dat Palmares heeft of zich klaar voelt om die opleiding te, te starten. Vandaar dat we eigenlijk uh, dit jaar ook zijn gestart met een soort coachingsereik. Hey. Stel dat je zegt van, goh, dat palmarès, ik kom daar eigenlijk nog niet aan, maar ik wil echt wel graag die opleiding doen. We gaan die om de twee jaar organiseren. Um, maar in afwachting kun je al bijvoorbeeld met een erkende stageleider meegaan om eigenlijk um, ja, ervaring op te doen. Um, en een zien hoe het alles in zijn werk gaat eigenlijk, hè? dat je ja, kunt observeren, eventueel assisteren hè? Als, je, als je zegt van kijk, ik zie dat we zitten om uh, wat uitleg te geven, uh, dat is uh, zeker mogelijk. Uh, en voilà. Dus je betaalt niet, geen deelnameprijs, maar uiteraard draagt er wel zelf je kosten van overnachting en transport, omdat dat meestal ook niet incalculeerd is in een de deelnameprijs voor, uh, voor de deelnemers zelf. Um, maar dat is zeker een mogelijkheid om al een beetje te zien hoe het gaat uh, en, enzovoort dat, belangrijk is wel dat je al iets van ervaring hebt met sneeuwschouwhandel, uiteraard hey, dat je ook al hebt van sneeuwwalawinekunde maar ook dan kun je nog een workshop volgen bijvoorbeeld uh, op voorhand hey, dat je toch weet uh, ja, dat je al toch al iets van ervaring hebt hey, en dat je niet gewoon vanuit de zomer komt zonder ervaring want dan raad ik me eigenlijk aan om in eerste instantie gewoon zelf eerst ervaring op te bouwen en ik heb mee te gaan ook mijn stage als deelnemer, eigenlijk als, als gewone deelnemer, eh, om dan eigenlijk eh, ja, verder te bekijken in, eh, ja, in de toekomst. Um, ik ga even checken, Degenen die aan het luisteren zijn, ik denk dat er iemand aangemeld heeft willen jullie hem toelaten. Oké, okay. uh, dus we gaan nu verder ja, richting het schakelprogramma. Dat is belangrijk. He. Dus diegenen die instructor uh, mountainwalking en trekking geworden zijn de afgelopen jaren, of uh, instructor up and climbing, um, die kunnen niet zomaar instappen in deze nieuwe opleiding, in de die, die moeten eerst assimileerd worden uh, voordat ze kunnen instappen. Um, en wat, waar het bestaat, de assimilatieproces, uh, het eerste is uh, ja, start-to-coach. Dat is eigenlijk een algemeen gedeelte die, die eigenlijk in alle kaderopleidingen van de Vlaamse trainerschool uh, wordt gegeven. Hey, dus alle initiatorkursussen starten met die start-to-coach. En ja, dat moet dan ook uh, eerst gevolgd worden. Hey, dat zijn eigenlijk basisnoties uh, rond de didactiek, uh, EHBO enzovoort die aan bod komt. Um, dus dat, dat is uh, 15 uur. Nu, wat we eigenlijk uh, gaan doen, ik ga het straks ook op de planning uh, ja, aangeven. We hebben eigenlijk ja, dus een zaakprogramma voorzien, eh, uh, specifiek voor dat doelpubliek hier. En de bedoeling is om echt op basis van jullie ervaring een stuk verder te werken en niet jullie te beschouwen als, uh, ja. Als echte beginnende initiatoren. Eh, eh, maar dat we toch een beetje verder bouwen op wat dat jullie allemaal gehad hebben. En, eh, en zaken nog wat verfijnen, verdiepen enzovoort. Eh, de nieuwigheden een beetje aanbrengen ook. Want bijvoorbeeld gaat het een, een stuk rond integriteit zijn. Dat is iets dat de afgelopen jaren eh, sterk is ontwikkeld als thema. Eh, dat, was, eh, dat was voorheen niet. Eh, dat zijn zo'n zaken waar we dan eigenlijk wat, wat meer het accent gaan opleggen. Om eigenlijk zeker te zijn dat eh, ja, de nieuwe za en die startencoach eh, zeker... Eh, Zeker aan bod gaan komen. Dus naast de start wat algemeen is, hebben we dan twee uh, ja, specifieke uh, vakken ja, per discipline. Hey, dan moet je afhankelijk of of je van bergwandelen of bergbeklimmen komt, uh, is een woord dat wat anders ingevuld. Um, dus bij het bergwandelen is het bedoeling dat je de touwtechniek van bergwandelen nog een keer ja, herhaalt, opfrist, verdiept. Uh, dat wordt eigenlijk gegeven door Bart Overlaat, hey, die eigenlijk zijn insteek gaat geven... Uh, in, in dit verhaal. En daarnaast uh, gaat er een, les zijn, uh, een online les zijn over de impact van klimaatverandering op bergwandelen. Ja, ik denk dat iedereen ondertussen uh, gemerkt heeft, en zeker afgelopen zomer werden we een beetje onze neus op de feiten gedrukt, dat de impact van, uh, van klimaatverandering uh, en, en opwarming ja, heel groot is. Hè, en dat dat echt wel een impact heeft op het, op het terrein waar we op, sta, uh, op stap gaan, de gevaren die erbij komen kijken. Um, en we gaan dat dus eigenlijk dus voor elk van de twee disciplines eigenlijk ja, specifiek uh, toespitsen eigenlijk op wat betekent dat voor bergwandelen en begeleiding En uiteraard voor bergbeklimmen en, ber, uh, en, en stageleiders bergenklimmen, wat de impact daarvan is. En ook de bergbeklimmers krijgen ook uh, ja, een update van de toogtechnieken voor Berbeklim. Uh, zaten die nog een keer herhaald worden, opgefrist worden. Um, ja, een beetje de, de huidige inzichten zou ik maar zeggen. Want het kan ook zijn dat je... Dat de zaken ondertussen al wat veranderd zijn. En, uh, in vergelijking met hoe je het zelf bent aangeleerd. Eh, de, ja, er zijn ook al wat... Ja, er zijn ook ja, nieuwe hulpmiddelen onder andere. Ook al voor takels enzovoort. Eh, dus het is belangrijk dat iedereen een beetje op hetzelfde niveau komt. Eh, dus dat gaat... Uh, je moet je de inhoudelijke invulling zijn die er nog bij komt. Dus in totaal is dat 19 uur. Nu, als je al een initiatendiploma hebt of een ander diploma van VTS, uh, dan valt die startercoach sowieso weg. Eh? Of als je een lo diploma hebt, dan valt dat sowieso weg. Um, dus uh, op die manier moet je dan enkel nog die uh, ja, disciplinespecifieke vakken uh, volgen. Eh? Maar voor de anderen uh, is het volledig pakket. Eh? En straks kom ik ook uh, op de planning. Uh, ja, hoe dat, dat ingepland wordt. De opleiding zelf, uh, hoe ziet die eruit? Hey, het is eigenlijk een stuk. Die in, uh, eigenlijk, dus eigenlijk zijn verschillende modules. Hey, module 1 is in theorie bij initiatoropleiding altijd de start to coach. Nu dat zit al in, de in die assimilatietract, en dat schakelprogramma. Dus hey, daar worden voor vrijgesteld. Hey, dat hoef je niet meer te doen. En dan is module 2 is echt het opleidingsgebeuren, hey, waar je eigenlijk alle. Ja, didactische waardigheden aangeleerd krijgt um, van initiatief sneeuwschoolwandelen. Uh, module 3 is dan echt meer het evaluatie gebeuren, eh, um, ja, die uiteraard ook in het buitenland gebeurt. En module 4 is dan echt een stage dat je, ja, dat je zelf uh, ineensteekt, ineens uh, waar je dan eigenlijk je opleiding mee afsluit. Dus uh, module 2 gaat eigenlijk een stuk in België doorgaan, eh, maar vak niet in België, maar ook een stuk in de Alpen. Eh, dus eigenlijk Um, drie dagen gaan nog echt in de Alpen zijn waar je uiteraard ja, echt in de winterse bergen uh, zaken nog uh, aangeleerd krijgt um, en ja, dat dan nog een keer uh, uitgediept wordt hey. onder andere uit, uiteraard sneeuw en tochtplanning, in de sneeuw ook, hey. iets dat we uh, zeker hier niet kunnen doen uh, oriëntatie in een winterse en bivakeren in de sneeuw, dat gebeurt daar uh, en hier in België uh, ja, zijn de verschillende vakken een beetje gelijklopend? Uh, sommige zaken uh, komen daar dan nog bij. Ja, uitrusting en staptechnieken, weerkunde, voeding, fysieke voorbereiding. Uh, voilà. Dus dat is een beetje de vakken die hier in België doorgaan. Um, ja, en oriëntatie, en moeilijke omstandigheden. Dus we breiden nu eigenlijk voor een groot stuk voor hier in België. En dan om dan eigenlijk nog een keer echt, te zaken, echt in de praktijk te brengen in de Alpen. En dan sluiten daar eigenlijk op. Op die, de opleidingstukken gaat dan die module 3 uh, plaatsvinden, uh, die ook drie dagen is. Um, en waar je dan eigenlijk echt geëvalueerd wordt eigenlijk op, je, op je kennis en kunde uh, van de opleiding. En als je daarvoor slaagt, uh, kun je eigenlijk je stage doen, ofwel doe je dat nog dezelfde winter. Uh, dat is eigenlijk zeker mogelijk. Uh, dus module 3 gaat door in februari. Dus je hebt eigenlijk in principe daarna. Nog tijd in maart, nou, begin april voor de sneeuwschoeners. Uh, lukt dat ook nog? Um, om een stage te doen. Of verplaatst naar 2025? Dat kan uiteraard. He. Dat is een beetje zelf te bepalen uh, wat dat je daarmee doet. Um, voilà. Dat is. Uh, ja, minstens vier dagen moet die stage duren. Dus, uh... ja, hier was vier foto's van de, van de, ja, de binnenlandmodule. Dus uh, ja, toch pallingen en oriëntatie is daar een belangrijk. Delen. We gaan uh, zo ook nachtoriëntatie doen, oriëntatie op relief, uh, oro-hydrokaarten, hey, om eigenlijk echt uh, ja, die stapje verder te gaan uh, dan in de zomer, eigenlijk, om het wat uitdagender te maken, omdat uiteraard in een winterterrein relief uh, een stuk belangrijker wordt. Ja, IGBO komt ook aan bod, hey, dus je ziet daar een, een prachtige teen, een blauwe teen van mijn man, tijdens een winterbivaktocht uh, uh, in Oostenrijk. Um, die dan een keer uit de te test heeft oh, hoe dat je slaapzak moest zijn om uh, min 25 graden aan te kunnen. Dus ik heb een warme slaapzak meegepakt en hij niet. En ja, dat, was, dat was het resultaat. Um, ja, en dan de buitenlandmodule is uh, onder leiding van Helmoet van Pottenberg. Dat is een Belgisch, een Vlaamse Belgisch die in Zwitserland woont. Uh, die heel goed is. Uh, heel uh, coachend is. Ook heel didactisch is. Waar je heel veel gaat uh, uit leren. Um, en daar ga je eigenlijk... Uh, ja, op het terrein nog een keer ja, tochtplanningen doen, uh, ja, alles nog een keer oefenen, uh, sneeuwprofielen graven enzovoort. Om dan eigenlijk uh, ja, dan echt, uh, de stage te doen en daar de evaluatiestage te doen met dezelfde ja. moet ook uh, aansluitend. Daar heb ik geen foto's van, uh, maar het is in hetzelfde uh, soort terrein. En dan de module 4, hoe ziet dat eruit? He? Dus, stel dat je opleiding goed hebt opgerond, goed geëvalueerd, bent door Helmoet, uh, ja, dan kan je eigenlijk nog zelf je stage uh, ja, doen. De dingen zijn dat zelf in hand neemt, he? maar dat er dus een mentor is die een beetje mede voorbereiding volgt, he? die met je eventueel nog wat, ja, wat tips geeft, coachend is, um, en die met u mee op stap gaat dan. He? Maar dat je, dat je eigenlijk een beetje de, de groep in handen hebt um, en, en ja de mentor een stuk klank, klankbord is en evaluator. de bedoeling is dat dat minimum vier dagen duurt, die stage. Eh, met ook een meerdaagse van minimum drie dagen. Dus dat meerdaagse aspect eh, moet erin zitten. Eh, omdat het uiteraard ook wel eh, wat, wat uitdagender is eh, en bepaalde moeilijkheden biedt. Eh, je wordt bevoegd om meerdaagse tochten te doen. Dus dan moet je dat ook kunnen ineensteken. Eh, uiteraard eh, is de bedoeling dat je in een gevaarlijk terrein op stap gaat. Eh, je moet het gevaar uiteraard niet opzoeken, maar wel eh, ja, je moet uitdagend terrein zijn en met lawineberichtgeving. Hè. Dus kies uh, bijvoorbeeld bij voorkeur ook een land uit en uh, een regio uit die je met jezelf kent, of dat je zelf kunt gaan verkennen. Dat raad ik aan. Hè. Dat is niet verplicht, maar dat is echt wel aan te raden, dat je het terrein al kent. En waar er echt een goed lawinebericht is ook, hè, waar je iets aan hebt. Uh, ja, niet Sumiro in een andere taal of helemaal niet. Hè. Dus dat is wel, uh, dat is wel belangrijk. Hè. Dus je hebt de keuze om dat in 2024 of 2025 te doen. Um, dus oftewel uh, gaan nu u toewijzen aan de bestaande stage of ga je zelf eigenlijk een, een, een tocht echt uh, gaan uit, uh, uitwerken hey, dat kan, hey, maar dan moet je echt wel tegen eind juni een concrete stage voorstaan, zodat wij ook de tijd hebben om, uh, om stageleiders uh, en mentoren aan te spreken om, uh, ja, om als mentor op te, op te treden uh, want het is zo en Typisch wordt de, de winterkalender hé, bij de stageleiders, uh, dus deadline is bij, bij de Klemmerberg Federatie half uh, augustus, eind augustus. Um, dus ja, iedereen doet zijn planning eigenlijk al, begint al in juni zijn planning op te maken voor de volgende winter. Dus vandaar dat het wel belangrijk is dat je die, uh, dat je die stage dan concreet en tegen dan al voor zodat je kunt checken van hé, is dat een haalbaar plan? Um, dus toch een idee van de van, van, van route dat je wilt doen, uh, van de etappenindeling en dat we dan kunnen op zoek gaan naar een mentor die zich uh, die hen de voor, ja, voorgestelde periode uh, of voorgestelde periodes kan vrijmaken. Dus, uh, dus wees er dan op tijd bij. Maar we staan uh, zeker open voor, uh, voor stages die worden, uh, door jullie worden voorgesteld. Ja, en daar kun je ook, je ja, gaat meteen ook echt, ja, alleen voor een echte groep staan, ey, dus niet in een opleidingscontext, maar een echte groep op sleeptouw nemen en mijn beslissing moet nemen. Uh, ik was hier zelf als mentor van, uh, van Bart Smet uh, uh, mee. Uh, en ja, de condities waren heel uiteenlopend, het is een interessante stage geweest ook. Uh, en dan kies je ook je moment eruit he, om bepaalde zaken aan te leren. Hier heeft hij een soort evacuatie techniek uh, getoond, ook aan de deelnemers, om te doen. Dus uh, ja, je uh, kiest ook met jezelf je invulling, maar het is belangrijk uiteraard dat die, dat die algemene zaken rond tochtplanning, laminekunde enzovoort ook zeker aan bod komen. Uh, zodat je dat ook, ja, dat we dat ook zien doen en zien aanleren aan de deelnemers. Dan de concrete planning. Um, dus Palmaris en, uh, en gesprekken. Dus de deadline van Palmares is uh, 30 april. Um, dus je stuurt. Uh, ja, ik ga sowieso jullie de documenten bezorgen. Dat document van Palmaris. Eh, dus ik denk dat je die invult. En dat je een beetje motivatie uh, in de mail schrijft uh, aan mij. En Stefan is dat als de... Stefan Ullebroek is de voorzitter uh, van uh, de Wintercel. Eh, en we gaan dan met. We bekijken. Daarna ga je gecontacteerd worden voor een de, voor de gesprek. De bedoeling is om dat ergens in mei te doen. Dus we bekijken gewoon samen. We gaan niet een datum, we gaan samen met jullie bekijken welke datum dat best past. En dat we dan, ja, dan eigenlijk gaan we eind mei bekijken, oké, okay, hoe zijn de gesprekken gegaan, hoe zien die palmarissen eruit, laten we jullie toe. En dan krijg je al heel snel uitsluitsel over, oké, okay, je wordt toegelaten tot de opleiding of niet. Uh, en um, dan is het belangrijk dat je toch uh, snel aangeeft of dat je inschrijft voor de opleiding, want die start al in het najaar. Dus het is wel uh, organisatorisch wel belangrijk dat we een idee hebben van oké, okay, ik ga ervoor um, en ik ga een opleiding uh, starten. Voor het schakelprogramma, eh, voor de uh, initiatie op berbeklimmen komt straks. Eh. Dus zijn er ook verschillende data, 24 mei voor de online les over uh, die uh, klimaatverandering. Uh, wordt gegeven door Willem van Doornen. Dat is een geoloog met heel veel ervaring ook uh, in, in de bergen. Hij uh, ja, heeft al heel uh, serieuze tochten gedaan. Uh, dat gaat een online les zijn, dus, en een online theoretisch examen. Dan is het starten coach. Eh, die wordt uh, fysiek gegeven op twee dagen, 14 mei en 10 juni, door Wendy Saarens en Johan Hovelink voor het EHBO-stuk. Eh, omdat die daar recht in gespecialiseerd is. Eh, dus twee heel goede lesgevers, met heel veel ervaring ook. Uh, dat gaat een theoretische en een praktische evaluatie zijn. Uh, een stuk ter plekke ook eigenlijk. En dan uh, op 10 juni is er uh, dus een beetje een sluiten bij die, die les van starten Coach. Eens uh, avonds van 4 tot 6, uh, De les van Bart Overlaat over de knopen en toogtechniek 1 voor het bergwandelen. Dat gaat per moment evaluatie zijn. Dus eigenlijk word je ter plekke uh, een beetje beoordeeld op basis van je medewerking enzovoort. Nu... De bedoeling is eigenlijk vooral dat we. we gaan, het is niet dat dat extreme moeilijke examens zijn, maar uiteraard verwachten we daar wel goede medewerking. Ja, toch wel uh, ja, een beetje uh, vlotheid. Uh, dus uh, dat komt wel in orde. Hey, maar het gaat, denk ik ook wel, uh, los van het feit dat het erbij komt, uiteraard uh, als extra pakket. Uh, denk ik ook wel dat dat interessant gaat worden, uh, omdat we dus echt voortbouwen op jullie ervaring en een stuk ook uh, dingen opfrissen of nieuwigheden aanleren die uh, ook wel interessant gaan zijn. Je kan die trouwens ook volgen als je, ja, als je niet met de opleiding start. Hé. Dus ik raad het echt wel aan om dat schaakprogramma te volgen. Die gaat dit en volgend jaar georganiseerd worden. Uh, dus als je op een latere, allee, in de verdere toekomst uh, initiaties niet gewoon wilt volgen of gewoon schaakprogramma wil volgen zonder, uh, zonder verder engagementen, dat kan, uh, maar dat gaat enkel maar deze twee jaar mogen georganiseerd worden door VTS. Uh, we kunnen dat niet blijven organiseren. Hè? Dus als je dat wilt doen, uh, zeker doen. Voor Berbeclim is het een beetje verlegbare. Dus uiteraard hey, dus, uh, qua data. Uh, het, is, het, is, uh, ja, het zit een beetje anders in elkaar. Um, uh, maar het is hier 23 mei al. Uh, de online les van Willem. En dan gaat het op 10 juni een klein beetje anders zijn. Dus... Uh, dus uh, ja, het vak van die toogtechniek uh, vindt iets vroeger in de namiddag plaats, omdat je dan eigenlijk roteert, zo zegt, met, uh, met bergwandelen uh, enzovoort. Dan de planning van de opleiding zelf. Eh, dus daar zijn ook uh, de lesdata bekend. Eh, we beginnen met een, uh, ja, een introductieavond, uh, waar we elkaar ontmoeten en uh, ja door de planning gaan eigenlijk. Uh, ook de leerlingen nog steeds gaan uitleggen en uh, toelichting gaan geven bij de stage van module 4. En we gaan ook daar gewoon alle praktische afspraken maken voor de rest van de opleiding. Dan 12 november is uh, een fysieke lesdag, een dag nieuwe Lawinekunde. Uh, dan is er een weekend in de uh, Shavegut, uh, waar het de verschillende vakken aan bod kan komen. Um, dus ja, praktijkweekend. Uh, 1 uh, november. Uh, dan is er nog een lesdag in december. 9 december werd er ook verschillende uh, vakken aan bod gekomen op een dag. En de 16 december ook. Uh, de locaties zijn nog niet exact bekend. Hey. Dat gaat ergens in Vlaanderen zijn. Uh, dat kan in Zwijndrecht zijn, maar dat kan ook even ergens anders zijn. Dat is eigenlijk nog te organiseren. Uh, dus dat gaan we zeker zo snel als mogelijk laten weten. Dan, uh, je gaat normaal gezien een opdracht krijgen rond tochtplanning. Eh, de deadline daarvoor gaat zijn 30 december. Eh, um, de examens uh, die er gaan zijn, uh, van de vakken waarvoor er, er een examen is, een schriftelijk examen. Ik zal jullie ook de, de stramien nog bezorgen, zodat je kunt zien voor welke vakken welke evaluatie gaat gebeuren. Theoretisch of praktijk of permanente evaluatie. Um, dat is op 6 januari. Uh, en we gaan dus zorgen dat de resultaten voor uh, zowel de opdracht als de examens bekend zijn tegen 12 januari. Uh, en de herexamens uh, gaan dan uh, 3 februari door. Uh, waar we hebben dan uiteraard ook uh, jullie een week, uh, ja, een week later laten weten uh, wat de scores daarvan zijn, mocht er een herexamen geweest zijn. Uh, en dan de opleiding in de Alpen gaat door van 18 tot 20 februari. Um, en dan aansluitend eigenlijk de evaluatie eh, als je, uh, ja, ja, als, je ja, als die opleiding uh, goed voltooid is, eh, want het kan, uh, ja, het is, uh, ook daar word je uiteraard geëvalueerd eh, op, uh, op het terrein uh, of dat alles goed gaat, hey, dan, uh, dan ga je meteen ook de evaluatie uh, doen, uh, 21 tot 23 uh, februari. Dus dat gaat uh, de regio ook nog zijn. Uh, de kanten van Sion uh, ja, dus eigenlijk het zuidwestelijk uh, stuk van Zwitserland uh, en wat is de prijs uh, het schaakprogramma uh, ja, wordt gratis aangeboden wat eigenlijk door de Clemenbertsport federatie uh, betaald uh, voor jullie uh, uh, dus ja het enige wat we nog gaan, zelf gaan moeten betalen is het, het, eh, het transport naar eh, de lesmomenten. En dan de opleiding zelf. Eh, dus eigenlijk, eh, ja, dat loopt, eigenlijk de inschrijvingen verlopen ook nu via de Vlaamse Trainerschool. Eh, en die, eh, ja, de prijs voor de opleiding bedraagt 840 euro. Eh, dat is zeker niet de werkelijke kostprijs. Eh, dat lijkt hoog, eh, maar dat is zeker niet de werkelijke kostprijs. Eigenlijk, draagt, KBF heeft nog een groot stuk bij in ja, de berghits uh, die wordt uh, betaald uh, voor de stage te geven. Um, en ook ja, de overnachtingskosten van docenten enzovoort. Uh, ja, de werkelijke ligt eigenlijk dubbel zo hoog als, dat, uh, als de kostprijs voor jullie gaat zijn. En bovendien, als je actief sportkader uh, bent bij een KBF-club, dan krijgt ook uw club uh, waar je actief bent uh, nog, ook nog een financiële ondersteuning. En dan is dat ook bij bekijken met hen, hey, hoe het hij dat doorstorten of dat hij daar... Uh, uh, ja, wat de voorwaarden daarvoor zijn. Eh, dus sowieso krijg je ook nog een stuk uh, mogelijk van de opleiding terugbetaald als je engageert, uiteraard om met dat diploma iets te doen. Wat er niet is begrepen in die prijs, is uh, je ja, transport, uh, uiteraard en je overnachtingskosten. Eh, dus uh, praktijk in België, dat zijn tarieven van de chavé-hut En de weken de Zwitserse Alpen. Ik heb het nu uh, ja. Vooral is uh, voor die overnachtingskosten op 400 euro per persoon geraamd, dankzij een beetje van de prijzen af. Dus in de Alpen ga je in een uh, gieten slapen. Die je deelt met de andere cursisten. Uh, ja, dat is dan te bekijken. Uh, normaal zien is de berg het die daar regelt ter plekke. En afhankelijk van de prijzen daar. Uh, ja, kan dat uh, op dat bedrag uitkomen? Dat kan laar zijn. Dat kan misschien iets gehoor zijn. Ja. Dus uh, ja het zal ongeveer rond dat bedrag normaal zien komen op basis van de ervaring eh, dat ik tot nu toe eh, heb zien voorbij komen. Voilà, dus dat was een beetje de uitleg. Eh, sowieso alles op dit moment in deze fase, eh, alles als je vragen hebt rond Palmares, rond de opleiding, algemene vragen eh, bedenking, dan kun je bij mij terecht. Eh, dat is, ja, kun je kunt het adres winter -en .be gebruiken deze de opleiding zelf, dus het is zo, bij de Vlaamse trainerschool werken we met de cursusverantwoordelijken. En Geza, die hier ook aanwezig is, heeft zich kandidaat gesteld om dat te doen. En die, die had eigenlijk deze de opleiding eigenlijk al organisatorische zaken en communicatie verzorgen. Dat betekent dat hij ook de, de leslocaties vastlegt, communicatie doet met docenten, maar ook met jullie. En dus als je dan uh, vragen hebt rond organisatie, uh, resultaten enzovoort, dan is eigenlijk Geza uw aanspreekpersoon. Maar tot de start van de opleiding, uh, zal ik dat zijn, dus hier het eerste, de eerste fase, uh, ja, neem ik eigenlijk de communicatie op mij. Eén keer dat de opleiding start, uh, dan is, is Geza uw aanspreekpersoon. Uiteraard, als er me ergens iets zit, uh, dan kun je altijd bij mij ook terecht. Hè. Dus ik volg mee op. Uh, maar dat is een beetje de rolverdeling, uh, die, is, uh, die is afgesproken en die hangbaar is uh, voor alle kaderopleidingen. Voilà. Ik zou zeggen go for it. Uh, ik hoop dat uh, ja, de toelichting al wel duidelijk voldoende duidelijk was. Uh, we gaan straks uh, even de vragen over ziet er zijn. En of we sowieso je achteraf ook bij mij terecht. Jullie gaan dus ook nog deze presentatie krijgen, de opname, uh, de link naar de opname en uh, het Palmarès. Dat gaat ook allemaal online verschijnen uh, op de website van de Klim- en Federatie. Dus daar kun je ook nog een keer alles nalezen. lezen. Uh, maar ik zou zeggen: het is, uh, Winter is, uh, is een heel geëngageerd uh, seizoen om mensen mee op sleep te nemen. Maar het geeft ook heel veel voldoening, uh, omdat je echt een meerwaarde hebt als stagieleider. Uh, het is echt fantastisch om te doen. Dus ik zou zeggen, ga de uitdaging aan als je die, die ervaring hebt. En dat wel meegeven. Um, en had ze bijzonder veel leren onderweg, ook van elkaar. Wij leren, wij leren ook van jullie, uh, van jullie ervaring. En uh, ik zou zeggen, uh, ja, ga er gewoon voor. Voilà. Als er mensen zijn die vragen hebben, achter mij een de parley. Ik zie dat er al in de chat... Uh, er zijn nog geen vragen in de chat geweest. Zijn er mensen die vragen hebben? Um. Uh, ja, zeg maar. Ja. Ik denk dat je bezig was, maar ze zijn, zijn uh, microfoon stond af. Ja, we hebben uh, um, Ja, de, de, de opleiding staat momenteel nog niet in de foto's, databank. Um, nee. is, dat, is dat een kwestie van tijd gewoon, of is daar nog een goedkeuring nodig? Nee, dus uh, de, de opleiding is volledig goedgekeurd. Uh, ja, ja, de prijzen zijn nu vastgelegd en nu kan eigenlijk alles online geplaatst worden. Dus eigenlijk, met, eigenlijk is daar uh, Kathleen die moet, uh, van VTS die alles moet online plaatsen. Nee, dat gaat zeker komen. Ah, oké, okay, ja. was nee, nog niet Ja. dat zeggen ze er juist. Maar uh, okay. nee, ik vond het uh, zeer volledig. Indrukwekkend dat je ondertussen niet gestopt bent. Uh, <laughs> <laughs> nee, ja. ja, ik vond het zeer interessant, maar ik heb niet echt uh, verdere vragen. En ik moet okay. ook zeggen dat het niet voor nu zal zijn. Dus, uh... Ah, oké, okay, ze Ja, ja oké. Okay. Maar. Je weet dat dat het schakelprogramma eventueel kunnen uh, volgen. Maar ik ben nog initiator. Dus ah, ja, ze initiator dat... Bergman ja, ja, okay. dus Voor Goh. mij telt dat niets. Also, uh, kan niet. Dat de... Niet tegenstaan dat ik wel geïnteresseerd ben in uh, een aantal van die dingen die daartussen zitten. Ja, dat ja, dat ik behoorlijk... veronderstel dat dat geen probleem is. Nee, uiteraard. Nee, 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 nee. Uh, jo, dat was, nee. Dat was inderdaad een van de dingen dat ik ook wou zeggen. Het ja. lijkt me ook ja. wel. sowieso interessant om een aantal van die dingen van dat schakelprogramma ja. gewoon nog een ja. keer te volgen. Ja, ja. ja oké, okay, maar dat kan zeker. Uh... Uh, ja, dat is geen enkel probleem. Ik denk dat we het er moeten gaan zijn. Uh. En uh, Serval, heb jij plannen om uh, concreet voor de opleiding ik, ga, ik te doen? Ik zal mijn Palmares mijn sowieso op tijd insturen. Ja, um, oké. Okay. Ik voorzie, voorzie persoonlijk, uh, denk ik, geen problemen. Um, dan is het natuurlijk, ja, eens dat dat, dat, dat allemaal uh, van start is, ga ik ervan uit dat er een minimum aantal deelnemers moet zijn. En mm -hmm. ik. Hey, natuurlijk, als we zien hoe weinig volgers dat hier staat. Maar ja, we weten natuurlijk niet wie dat er allemaal nee, nog is. Dus Wim, uh, achteraan Wim ja, ja. Denk, denk, allee, ja. Zeker met Dieder, allee, ja. Wim Akke is sowieso al goedgekeurd. Hij was de enige kandidaat vorig jaar. Ja. Waardoor dat we dan opleidingen een jaar hebben uitgesteld. Uh, dus die gaat sowieso starten. Die erachter is ook nog altijd heel geïnteresseerd. He. Dus die als hij kandidaat in staat, moest nog een beetje werken aan zijn palmarès. Uh, dus ik verwacht die ook als kandidaat. He. Dus als jij er al bij zit, zijn het met minimum drie mogen zijn. Ja, ja, voilà. o, well, dat was de dus, ja, En er minuut zijn minuut nog een paar minuut. mensen in principe die, uh, die interesse hebben, uh, maar dat ik nog geen, uh, ja, geen finale ja. engagement heb. Eenmaal hey, ja, met u erbij, dan zijn er eigenlijk al uh, drie die normaal gezien zeker zouden starten. En het ene wat ik nog afvroeg, dat is: uh, toerski mag erbij. Um, ja. Hoe zit het met Tour Langlauf? Uh, dus Langlaufs. <laughs> ja, maar lawinegevaarlijk trein ga je meestal niet gedaan hebben daarmee. Nee, nee, ja. Nee, nee, nee. Nee, dat klopt. Dat klopt. Nee, nee, nee. Je toch tellen, te doen met die. Nee, nee, maar, inderdaad... nee, nee, maar omdat. Dus elke, elke, elke dag moet zo elke wandeldag moet door al gevaarlijk trein geweest zijn. Dat was inderdaad de vraag eigenlijk. Van de, Het minimum dat we vragen, Servaas, is dat zo. Maar ik zal zeker en vast uh, uw, uw palmares volledig genoeg maken en zet die Toerlanglof-tochten er ook bij. Hè. Het, uh, het is interessant om dat ook te weten, omdat inderdaad, het is dan niet een lawinegevaarlijk terrein is dat je meestal onderweg bent hè, met die, met die toeranglofs. maar het is altijd een must om dat er gewoon bij te zetten. Hè. Dan uh, weten wij ook al dat je wel uh, bepaalde winterservaring uh, hebt die bijvoorbeeld niet 100%. Erbij aanlukt, maar het is wel interessant om dat te weten. Hm? Ja, zeker dit... en vast. Ja. Is, het dan, is het dan toegelaten om, om zeer uitgebreid die tien dagen uh, uit te schrijven in al die tabelletjes en al de rest ietsje summierder op te schrijven ja, ja, in plaats ja, zeker, van dan ja. allemaal te gaan opzoeken met al die. Nee, doe dat zeker en vast ja. zo. De belangrijkste uh, dagen die je nodig hebt voor je palmarès zit die er zeker in, Hè, die in uh, mogelijk lawinegevaarlijk terrein uh, waren dat je onderweg was en waarbij dat je dan eigenlijk ook de. Dus de lawinesituatie moeten inschatten hebt op terrein. En de rest zet je dan sumier erop, maar zet het er zeker bij. Hè. De, de streek, welke periode, dat we er een beetje een beeld van hebben en hoe dat de condities. Heel kort, hè. maar zet dat er zeker bij. Ja, ja. ja oké, okay, duidelijk. Ja, ja oké. Okay. En Yves, is dat dan voor binnen twee jaar? Uh... Dat je dat wel volgende of het uh, dat Ja, dat zullen we dan zien. Maar de tijdsinvestering voor dit jaar is onmogelijk. Dus dat uh, ja, okay, is niet te combineren. Ja, eventueel kun je wel coaching doen als uh, tussen nu en. Oh ja. wel, daar denk ik. Ja, daar heb ik uh, veel, veel bij genoteerd hier daar Dus ja, daar ben ik wel geïnteresseerd. Ja, Dus laat het ook op tijd weten, hè, want dan is het ook ja. handig dat. Uh, ja. Ja, dus ik kan meegaan om, om maar ervaring op te doen. Ja. Pieter, hoor eh, jij mee? Ik hoor jou, luid en duidelijk. Wat is je nu plan, Pieter? Uh, ik denk wel dat ik mijn palmarès moet verwachten uh, en dat ik zeker de, uh, 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 als ik toegelaten word, het VTS-gedeelte al wel. Uh, uh, nu dat ik een keer de data zie en die zijn en kan inplannen. Ja. Uh, en al bij al is de tijdsbesteding in eerste instantie ai, doenbaar. Ja. Uh, dus ik denk, ja, ik denk wel dat ik ermee door ga gaan. Oké, okay, super. Ja. Ik hoop dat ik deze winter ook nog een keer. Ai, ik ga sowieso nog weg, maar voorlopig nog niet op raketten. Maar uh, ja. misschien kan okay. ik er nog wel ergens wat raketdagen uh, tussenin. Ja. En... Ja. We hebben een beetje een Nepal-Merese, uh, of dat er nog een breed of niet. Oh, ja. Ja, wel, ik, denk, ik denk dat het wel uh, in orde komt. Maar, uh ja dat is zo. Echt... nou sorry voor de camera, want ik ben net gaan lopen en... <laughs> ik zit hier in mijn loopkleding geen dus... <laughs> so probleem de geur hebben we er toch niet bij Pieter, dus uh, dat is niet erg <laughs> <Gelukkig>. heel <laughs> nee Safa, so oké okay. nee super okay, super ik weet niet wat er dan nog vragen zijn, uh, je weet mij sowieso te vinden no. dan moet uh, jij nog vragen of niet direct. Oei, Ach, de microfoon micro... staat uit, denk ik. Ja, inderdaad, als ja. uh, Ik was gewoon geïnteresseerd in, in de opleiding. Ik ja. heb uh, eigenlijk twee dagen geleden zo'n boekje gezien van de opleiding van de Bartsburg Federatie en ik dacht, dat ik wil het ook Maar ik heb altijd ja. en toch nog meer ervaring dan ik dacht. Ben ik ben onlangs met mijn zus met de sneeuwraketten gaan wandelen. Maar dat was wel in wegen die aangeduid stonden. Of toch vrij goed aangeduid stonden. Ook in Zwitserland. Niet ver ja. van het gebied van Lausanne. Maar ik heb vroeger nog. Um, ik was toen bij Interzoek. En we hadden soms niet veel tijd om te gaan snowboarden. Dus wat deed ik toen? Ik pak een rugzak. snowboard op de rugzak. En dan ging ik met mijn sneeuwraketten naar boven wandelen. Tot op de berg. En als beloning. En uh, dan uh, ja, ging ik met de snowboard naar beneden. En de ja. sneeuwraketten dus in mijn rugzak dan. Ja, ja. oké. Okay. Alles is ook al een beetje een ervaring. Dan in... Was... Ja, in lawine, ja. mogelijk lawinegevaarlijk terrein. Ja. Voilà. ja, maar okay. ik heb toen wel twee keer, het... ik heb twee keer toen in de sneeuwstorm gezeten. Dat alle volk weg was en ik dacht: van oh, waar zijn die naartoe? Het is dus goed afgelopen. Uh, ja, het okay. ja, was okay. wel eng. <laughs> oké. Okay dat je geïnteresseerd geweest bent. En hopelijk hebben we, zo een beetje, hebben we nu wel een beeld van wat het inhoudt. En wie weet hè, naar de toekomst toe dat je wel de stap zet. Hè. Ja, ik ga wel eerst moeten beginnen met de zomerbegeleidingen. Uh, ja, jawel. Maar ja, houd het in het achterhoofd. Het is alleszins, zoals dat Debbie ook zei, een, een zeer mooie ja, discipline om ook in de winter uh, met mensen onderweg te zijn. Hè, en, uh, ja, ik dus, vind het uh, leuk om in, de, om in de sneeuw te zijn. En zeker als de zon schijnt. Vallen kijk. <laughs> okay. Dat is waar. wel. Dat wel. voor alles. Ja. Zo. Als er geen vragen meer zijn, ga ik jullie uh, bedanken voor jullie deelname. Ja, bedankt. Uh, bedankt. En als er, nog, als er nog vragen zijn, dan, uh, ja, dan laat het maar horen. Jullie krijgen ja. nog een mailtje. Alles is opname Op rekenen, Online. Zo.